Leuk dat jullie kijken. Ik ben Romy en in mijn video's deel ik hoe het is om met een eetstoornis te leven, hoe ik daarmee omga en weer positief in het leven sta. En ik zal jullie deze video een paar dagjes meenemen met mijn warme maaltijden. Vandaag hebben we eerst sojasaus, we hebben pompoen, we hebben boontjes en witte kool, we hebben een zak met noten. Er zit ongeveer nog 50 gram in, zoiets. Dus die ga ik opmaken. En we hebben 100 gram huttekezen. Die ga ik dan mengen met de sojasaus. En dan ga ik even aan de slag. De pompoen en noten staan al op het vuur. Dan ga ik de witte kool erbij doen. De boontjes die gaan er op het laatst bij, want ze zijn al voorgekookt. Dus die hoeven alleen nog maar in de warm te worden. En ik wilde eventjes delen dat ik met de diëtisten en mijn behandelaarster heb afgesproken dat we het even iets rustiger aan gaan doen. Want ik merkte dat ik de hoeveelheid eten, dat ging in het begin wel. En de eerste weken had ik daarnaast zelfs nog honger. Maar de laatste paar weken had ik echt zelfs dat ik zoiets had 's avonds van, oh jee, ik begin misselijk te worden. En daar werd ik eigenlijk heel verdrietig van, want mijn relatie met eten is eigenlijk tijdens mijn eetstoornis, toen het echt heel slecht met me ging, gewoon echt bagger geweest. En nu wil ik eigenlijk het liefst van alles wat ik eet, ja, kunnen en mogen genieten, zeg maar. En als ik dan misselijk word, dan wordt het eten meer een moetje. En daar werd ik heel verdrietig van. En toen hebben we besloten dat het toch even beter is om ook op het zelfstandig wonen te gaan richten en op sociaal vlak wat meer doelen te stellen. En dat we dan het gewicht wel nog als prioriteit houden, maar dat die prioriteit iets minder wordt, zeg maar. Dus we gaan het gewoon allemaal iets meer op het gemakje doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik stop of dat ik weer vol naar mijn eetstoornis ga luisteren of zo. We gaan gewoon verder en ik ga jullie gewoon allemaal helpen. Maar we gaan het gewoon even op een een beetje op een behapbaarder tempo. Dan gaan we het opdienen. Dit zijn dus pompoen, noten, boontjes en witte kool. Zo gaat de witte kees met de sojasaus erover. En dan nog wat extra nootjes gekrust, gewoon omdat dat er leuk uitziet. Et voilà, dat is de eerste. Vandaag ga ik pompoen maken, want we hadden 2 pompoenen meegenomen. Dus dan eet je een paar keer pompoen. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ik hou heel erg van pompoen. Ik ga dus pompoen eten. Die ga ik stoven met tomaat. Dan ga ik 2 eitjes daarbij eten. Die zijn al gekookt, dus die hoef ik alleen maar te pellen en op stukjes te doen. En dan gaan er nog een heleboel zonnebloempitten in. Dan hebben we 2 bolletjes. En ik ga afmaken met tijm. En er gaat een potje tomatenpuree door. Dan ga ik nu even wat brouwen. Ik heb mijn pompoen, mijn tomatenpuree, mijn zonnebloempitten en mijn tomaat op het vuur staan. En ik heb mijn eieren al gesneden. Dus die gaan er zo op. Ik ga er nou 2 takjes tijm bij doen. En ik gebruik een beetje zout. Ik gebruik paprika poeder. En ik gebruik chili vlokken. En dat ga ik er dan bij doen. En dan laat ik het nog eventjes goed stoven. En dan gaat op het laatste ei erbij. En dan zal ik wel laten zien hoe het wordt. Kijk, het staat nu lekker te stoven. Allemaal door elkaar. Dan ga ik nu mijn bordje opmaken. We hebben het prutje. Dat gaat op
komkommer. Dan gaan de eitjes erbij. Bolletjes. En dan is het klaar. Smakelijk!